nee, nu kan ik Munchlax gewoon niet gebruiken. Dat is wel echt een groot probleem, jongens. Dat heeft hij goed gedaan, die freaking Alistair. Yo, Nintendo fans. In de verte zie je de gym van Alistair al. En Alistair heeft Ghost-type Pokémon. Nou is dit mijn baby-Pokémon-team. Riolu, Mantyke, Magby, Elekid, Bidoo en Munchlax. En er zijn er twee die Dark-type moves kennen. Namelijk Riolu en Munchlax. Ik denk dat we op zich een oké team hebben tegen Alistair. Dus doe je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je wil zien hoe ik Alistair versla. Maar eerst moeten we tegen Hoppy de Poppy. What up, Hoppy Poppy Snoppy? Hoppy is een beetje teleurgesteld in zichzelf en wil tegen mij battelen. Ja, sorry Hoppy. Maar ik ga me niet inhouden. Ik moet strakjes tegen Alistair. Oh, en eerst tegen een Cramorant. Ik had verwacht dat hij met zijn Dubwool zou beginnen. Hij heeft gewoon een sick nieuw Pokémonnetje. Wie zou er sneller zijn, hè? Zou hij sneller zijn of zou ik sneller zijn? Ik ben toch sneller. Ik heb Rock Smash gebruikt en dat doet niet heel veel damage natuurlijk. Nee, oké. Dit wordt... Ja, Fury Attackie. Nou, dat vind ik ook niet heel erg. Het enige wat ik daaraan vervelend vind is dat het altijd zo lang duurt, want hij gaat me natuurlijk weer... Ah, 3 keer. Oké, valt mee. Hij raakt me 3 keer. Ik ga Elekid even uit de tent halen, hoor, want dan gaat het even een flink stukje sneller met die Cramorant. Elekid, kom even uit je tent. Elekid is in de vorige aflevering gejoined in plaats van Pikachu. En de vraag van de dag is, wat is nou eigenlijk het beste type in Pokémon? Laat het weten in de comments. En dat vraag ik omdat Elekid natuurlijk gewoon lekker super effective is tegen Cramorant. Maar alleen Cramorant is even gaan duiken. En ja, die doet nog een beetje irritantie. Ja, hij doet zichzelf ook damage door... Oh nee, ja, ik doe hem damage door mijn Rocky Helmet. Maar laat hem even gaan slaan, jongen. Even een donderslag op zijn bakken. Dat ziek idee. En Cramorant is weg, Hoppy. Je eerste Pokémon is down, vriend. Wow, wacht even. Dat is nog een soort van finisher move of zo. Dat kende ik helemaal niet van Cramorant. Normaal sloop ik Cramorant altijd in 1 keer. Gewoon met elektrische aanvallen. Dus ik heb geen idee wat Cramorant doet. Ik weet alleen wat hij doet in Pokémon Unite. Anyway, Elekid gaat naar level 36. En die wil low kick leren. Dat is misschien wel handig. We hebben ook wel Riolu. Hoe zwaarder de tegenstander is, hoe meer ik hem damage doe. Dat is op zich wel interessant. Dit doe ik in plaats van Swift. Let's go. Oké, met wie kom je nu? Silicobra. Dan gaan wij naar Mantyke. Lekker gedaan. Daan Elekidje, toppie. Mantyke, kom op jongen. Kom op, baby team, let's go. Bubble Beam. Het verbaast me wel dat ik gewoon elke keer wel sneller ben dan mijn tegenstander. Ik bedoel, ik heb maar baby Pokémon, hè. Die zouden toch op een gegeven moment niet zo snel meer moeten zijn. Maar blijkbaar ben ik nog steeds best wel snel. Hij doet Glare. Zit je me nou aan te staren, joh? Zit hij me een beetje te paralyzen hier? Alsnog ben ik sneller met Bubble Beam? Hoe kan ik nou sneller zijn als ik paralyzed ben? Die snap ik niet helemaal. Er zal een ability zijn of zo. Ik weet het niet. Nou, lekker in ieder geval. Hoppakee, lekker. Magby en Bidoo een leveltje omhoog. En Magby, die wil ook nu low kick leren. Gaan we allemaal low kick leren, joh. Magby, dan hoef jij hem niet te leren, oké? Okay? Als Elekid hem al kent en Riolu is natuurlijk ook een fighting type. Nou, dan is het niet zo belangrijk dat we die move kennen voor Magby. Toxel, is die al een electric type? I don't know. Ik heb geen goede counters tegen Poison. Ik heb Riolu namelijk ook payback geleerd in plaats van Dick. Dus... Weet je wat? We gaan voor Magby. Let's go. Magby, ouwe baas. Lekker bezig, jongen. Jij moet even die andere baby Pokémon genaamd Toxel verslaan. Met Lava Plume, die echt ziek sterk is. Maar dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Toxel is volgens mij niet zo heel goed, hoor. Nee, kijk maar. Daarom hebben we hem ook niet in ons team gedaan. Toxel is een beetje... Mantyke gaat naar level 33. En dan nu tegen Drizzle. Ja, normaal zou ik switchen naar Elekid. Bidoo die... Nou, weet je wat? Laten we Bidoo even pakken. Let's go. Bidoo, dat kan je ook nog wel doen. Ja, ik denk dat Bidoo toch wel de minst goede Pokémon is in mijn team. Hij kent natuurlijk nu wel Venoshock, dus dat is wel chill. Hopelijk komen we gewoon nog een goede aanval tegen voor hem en dan komt het goed. Maar voor nu ga ik voor Absorb. Drizzle gaat voor Round. Doe rustig aan. Dank je. Oh, dankjewel. Je doet inderdaad rustig aan. Thanks. Oh, dat is aardig, man. Oh snap. Gaat mijn Bidoo straks zijn Drizzle verslaan? Dan moet je je wel een beetje schamen hoor, Hoppy Poppy. Als je met jouw starter verliest van mijn Bidoo. Dat is niet best hoor. Hij gaat nu voor waterpuls, wat natuurlijk not very effective is. Ik bedoel, als je een plantje water geeft, dat vindt een plantje over het algemeen alleen maar lekker. Dus ja, hè? Oké. Beetje absorben. Ja hoor, toppie. Nog een beetje meer absorben strakjes. Hij doet nu Tearful Look. Ik weet niet precies wat dat doet eigenlijk. Dat brengt iets naar beneden bij mij. Mijn aanval brengt het naar beneden. En mijn special aanval ook. Oké. Nou, dat is dan misschien wel slim van Drizzle. Had hij alleen iets eerder moeten doen. Hoppa, ik ben gewoon weer full HP, jongen. Sick. Sucker Punch. Oké, heb je die ook nog, jongen? Had je die beter gewoon kunnen gebruiken, man? Yo, ik ga gewoon zijn Drizzle slopen met mijn bedoel. Hoppie?
Ik weet niet hoe jij zover bent gekomen als dit. Echt niet. Sorry dat ik het zeg. Doei, Drizzle. Later. Je bent gesloopt door mijn slechtste Pokémon. Riolu gaat naar level 36. Lekker. Die wil Force-Palm leren. Dat ziet er best goed uit. Dat is beter dan Rock Smash. Laten we dat doen. Lekker. Oh, huh? We hebben Hoppie al verslagen. Waar is zijn dubbel? Heeft hij gewoon zijn dubbel geditcht? Is zijn dubbel gewoon weg? Wooloo. Je mat is gewoon verdwenen bij Hoppie. Of is die... Misschien is hij zelf weggelopen. Dat denk ik. Hij vond het gewoon niet leuk genoeg bij Hop. Ja, sorry man. Maar ja, ik moet mijn Pokémon gewoon levelen. Dus ik wil je gewoon verslaan. Oké, doei. Later. Dag, Hoppie. Doei, mazzel. En daar is Opal. Die we gaan tegenkomen in de volgende gym. Niet die hierboven, maar die daarna. Dankjewel voor Alistair's League Card, man. Eerst nog even hier naar boven. Want hier lag ook nog een item, Pie. Yes. Cracked pot. Springen we even naar beneden. Springen we even hier naar beneden. Op de tibi. En dan gaan we nog even healen. Alistair, ik kom hier aangefietst. Zo de trap op. Respect als je zo de trap op kan fietsen. Even een heavy ball ophalen. En we melden ons aan bij de gym. Let's go. Ik heb er zin in. De ghost type gym. Let's go. Eerst moeten we even lekker gaan pinballen. Hallo meneer. Daar zijn we weer. Oké, let's go. Daar gaan we, daar gaan we. Woei. Ja, chill. Ja. Yeah. Oh, iets. Oh, oh. Nou ja, dat boeit ook allemaal niet. Ik kan me gewoon laten vallen. Volgens mij. Oh. Oh, ik moet wel iets doen. Anders gaat het heel langzaam. Oké, let's go. Woei. Lekker. En ik heb Munchlax als eerste in mijn team gedaan, omdat hij Bite kent. Dus we gaan eens even kijken of ik dit met Munchlax kan fixen. Oké, doe je ogen open, meneer. Pumpkaboo! Kijk, het voordeel is dat Ghost-type moves mij ook niet kunnen raken. Dus ik heb wel een counter, maar hij kan mij niet met Ghost-type moves raken. Hij kan me natuurlijk wel met Grass-type moves raken, zoals Bullet Seed. Oké. Respect voor dat. Respect voor deze oplossing. Hier heb je een bite op je bakkes. Ga je nou weer Bullet Seed doen? Dat duurt zo lang. Stop ermee. Ik moet naar Alistair. Ik wil zijn badge hebben. Hou op, jongen. Hou op. 4 keer geraakt, jongen. Hier, ik maak je kapot, jongen. Hoppa. Pumpkaboo is weg. En Munchlax gaat naar level 33. Ja, dat kunnen we wel gebruiken. Nu Phantom P. Phantom is echt een baas. Dat is zo'n leuke Pokémon. Phantom, ik heb je kudos gegeven. Ik heb je respect gegeven. Je gaat nu niet mij kapot maken, toch? Oké, je gaat Leech Attacks doen. Vind ik niet chill. Vind ik helemaal niet chill. Hier. Oh, one hit KO. Lekker, man. Oké, een beetje vertrouwen hebben in Munchlax. Hopelijk gaat hij het goed komen. Hopelijk gaat hij het goed komen. Wat? Hopelijk gaat het goed komen. Ik heb slecht geslapen vannacht, jongens. Sorry. Ik denk dat ik soms niet uit mijn woorden kom vandaag. Wat doet hij? Wat doet hij? Ik zat niet op te letten. Wat doe je? Oh, je zit me te confusen. Serieus? Jongen. Oh my gosh. Oké. Als je het zo wil gaan doen, ik ga een Magby op je gooien, hè. Ik ga je gewoon verbranden, hè. Dat kan ook, hè. Als je dat liever hebt, dat ik gewoon een Magby pak. Dat is helemaal prima. Hier, dan kan je wel met bulletjes gaan gooien. Maar dat boeit me niet. Het bullet me niet. Hier, krijg jij van mij als cadeautje. Een lava plume. Wat een ziek idee. Doei. Oké. Die is ook weer weg. Het duurde wel lang met Munchlax. Munchlax is gewoon heel langzaam. Dat is een beetje het probleem. En als je denkt, Rick, waarom evolueer je je Pokémon niet? Dat is nou precies deze challenge. Want in deze challenge mag ik alleen maar baby Pokémon gebruiken. Volgende battle. Tegen Spook, mevrouw. En die heeft een Corsola. Oké. Oh, deze Corsola natuurlijk. Deze Corsola, jongen. Dit is wel intens. Corsola is eigenlijk zo'n vrolijke, leuke Pokémon. En dan heb je deze. En die is echt zwaar depressief. Dat is niet normaal. Zijn Ancient Power doet niet zo heel veel pijn. Mijn Bite valt ook wel mee. Hij heeft Weak Armor Ability. Daarmee gaat zijn verdediging omlaag en zijn aanval omhoog. Dus zijn Ancient Power gaat nu ook sterker worden. Maar ja, nog niet heel veel sterker zo te zien. Wat een ziek idee. Hebben we hem? Dan hebben we hem. Ik vind die Corsola trouwens wel lachen hoor. Ik vind het wel leuk gemaakt. Wat een ziek idee. Wat best wel veel XP ook. Elekid gaat naar level 37 en is daarmee mijn hoogst gelevelde Pokémon. En ook jij mag niet evolueren. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Lekker. Ja, ik heb op zich wel vertrouwen in mijn Munchlax hoor. En Riolu hebben we dan nog als backup. En natuurlijk ook gewoon Magby en Elekid die best wel wat damage kunnen geven. Ook al hebben ze geen super effective moves. Moet alleen nog even Roy verslaan. Oh ja, en die heeft Hunter. Oké. Ik ben benieuwd wat Hunter kan doen. Hunter gaat voor payback. Maar ja, Hunter is wel sneller dan ik. Dus dat is dan niet zo handig. Het is niet zo hunterig.
Ik ben echt van de slechte grappen vandaag. Ik ben veel te moe voor grappen, jongens. Als je mijn slechte grappen toch kan waarderen, doe duimpje omhoog of zo, of denk ik. En abonneer. Lekker! Hunter is down. En daarmee gaat Bidil naar level 36. Munchlax gaat ook weer bijna nog een level omhoog. Dat is fijn, voordat ik straks tegen Alistair moet. En nu een Drifblim. Hey, dit is echt een super enge Pokémon eigenlijk, hè? In de beschrijving van deze Pokémon in de Pokédex staat echt dat hij kindjes meeneemt. En nou ja, weet je wat? Laat maar zitten, want anders ga je gewoon eng dromen, denk ik, over deze Pokémon. Hij is wel lekker aan het stockpilen. Dat baart me wel een beetje zorgen eigenlijk, want dan komt hij straks met een of andere zieke aanval, denk ik. Zijn verdediging gaat in ieder geval lekker omhoog. Dus dit duurt allemaal lekker lang. Nou, nog meer stockpile. Nee! Die gaat straks echt een Pokémon van mij slopen, jongen. Tenzij die natuurlijk een ghost move doet, dan kan die me niet raken. Ja, Shadow Ball, daarmee raak je mij niet. Lekker! Lekker gespeeld, Roy. Jij sukkel. Dan moet je geen ghost-type move doen, want dan verspeel je heel die stockpile. Lekker, Munchlax en Magby, 34 en 37. Top. En dan hebben we Roy ook verslagen. Wat zieke idee. Oh, is Bidou ook geleveld? Dat heb ik amper doorgehad. Zo, nog even Super Potion erbovenop. En dan zijn we er klaar voor. Althans, dat hoop ik. Let's go, Alistair. Ik vraag me wel af, waarom moet ik me elke keer omdraaien dan? Ik bedoel, ik had toch gewoon door de deur lopen? Nog even stoer doen van, ja, ik heb het gehaald. Ik ben de beste Pokémon trainer ooit. Oké, jongens. Daar gaan we. Want de gym battles met baby Pokémon hebben bewezen gewoon erg moeilijk te zijn. Want deze trainers die houden zich niet in. En ja, baby Pokémon zijn dan toch gewoon wel een beetje zwak. Maar tot nu toe hebben we alle badges binnen weten te halen. En dit is volgens mij de vierde van die we moeten pakken. Oké, we moeten beginnen tegen Yamask. Ja, dan ga ik natuurlijk gewoon voor Bite. Yamask gaat voor... Oh, die Brutal Swing. Oh, dat is helemaal niet chill. Alhoewel. Hé? Is Brutal Swing geen fighting type move? Anders zou het super effective moeten zijn. Oké, er gebeurt iets. Ik heb nu Wandering Spirit Ability. Maakt op zich niet uit, want ik gebruikte toch mijn ability nooit. Gluttony, dat heeft te maken met... Oh, nee! Gluttony heeft te maken met berries. En ik gebruik nooit berries. En ik kan nu mijn bite niet gebruiken. Dit is wel echt een groot probleem. Dat betekent dat Munchlax deze battle klaar is. Volgens mij is deze Pokémon ook een Ground-type Pokémon. Dus ik ga voor Mantyke. Ah, nee. Nu kan ik Munchlax gewoon niet gebruiken. Dat is wel echt een groot probleem, jongens. Dat heeft hij goed gedaan, die freaking Alistair. Oké, let's go. Bubble Beam. Ik ben sneller. Hopelijk doen we genoeg damage om hem gewoon nu te pakken. Ja, lekker. Oké, Pokémon 1 is weg. Yamaski is kapotski. Ik heb de Shellbell aanstaan, dus ik krijg een klein beetje HP terug. Mantyke gaat nu ook naar level 34. Top. Dan nu Cursola. Ja, dan heb ik dus Riolu. Met Payback. Maar ik denk dat Cursola niet zo snel is. Het is denk ik tijd om de hulptroepen erbij te roepen, jongens. De hulptroepen. Genaamd Magby en Elekid. Geen super effective moves, maar wel gewoon sterke moves. Cursola is geen water type. Jeetje, ja. Het is wel ziek gedesigned. Ik vind het wel lachen, man. We gaan gewoon kaars van Lava Plum, jongens. Let's go. Ik ben in ieder geval sneller. Dus hopelijk dat we hem met twee Lava Plums kunnen nakken. Nee, ja, Cursola is een ding. Cursola is zeker een ding. Hij doet curse op zijn eigen hoofd. Daarmee maakt hij zijn eigen HP weg, maar doet hij ook mijn HP eraf. Maar gelukkig niet al te veel HP eraf. Ik bedoel, dit is prima. Maar dat moet hij nou niet nog een keer doen. Als ik hem nu net niet versla, dat zou heel vervelend zijn. Maar gelukkig versla ik hem wel. Oké, Cursola. Tweede Pokémon down. Nice. Riolu gaat naar 37. Helemaal top. En misschien moet ik Riolu maar strakjes gewoon gaan gebruiken. Oh, wacht even. Wacht even. Hou eens op. Maar misschien moet ik een Riolu straks gaan gebruiken tegen de laatste Pokémon. Mimikyu is ook een Fairy type. Dus, ik ga mijn Pokémon switchen. Ik ga naar Riolu. En weet je wat ik ga doen, jongens? Ik ga gewoon Dynamaxen. Gelijk. Ik neem geen risico's. En dan weet ik dat ik waarschijnlijk strakjes... Want hij komt met een Gengar, dat weet ik nog. Heb ik waarschijnlijk een probleem. Maar ik ga toch niet 3 beurten Dynamax van Gengar overleven. Dus laten we dit doen. Max Steel Spike. There we go, jongens. Dan krijgt Gengar ook gelijk nog wat damage als hij straks naar binnen komt, denk ik. Oké. Badge nummer 4. Ik kom eraan. Riolu. Je kan het, jongen. Let's do this. Ik vind Mimikyu trouwens echt vet. Dit is een leuke battle. Mimikyu tegen Riolu is nice. Mimikyu die is gewoon sneller. Die doet Slash. Max Steel Spike erbovenop. Hoeveel damage doet... Ja, dat doet natuurlijk eerst niks. Ik heb 1 Dynamax Bird helemaal verpest. Want natuurlijk, Mimikyu's ability is disguised. Dus de eerste bird raak je hem nooit. Oh, dit is wel stom, zeg. Dit is wel stom. Ik maak fouten. Ik zeg het toch, jongens. Ik ben moe. Dan maak je fouten. Heel stom.
Dit had ik moeten weten, want ik heb Mimikyu zelf ook vaak genoeg gebruikt. Ja. En dan heb ik straks geen Dynamax Bird meer over voor Gengar. Dat is een probleem. Ik ben wel mijn defense nu aan het boosten. Mimikyu gaat voor Slash. Ja, en dan nog maar een keer Max Steel Spike. Ik heb natuurlijk wel gewoon 6 Pokémon over, hè. Om die Gengar te verslaan. Dus tenzij dat Gengar me allemaal one-hit KO't, moet het toch wel gaan lukken. De defense is wel lekker geboost nu bij Riolu. Dus dat is top. Alleen, ja, ik ga nu wel uit mijn Dynamax. Omdat ik het gewoon volledig heb verpest. Dat is een beetje jammer. Ik ga nog niet switchen. Ik zie wel wat er gebeurt. Alistair zegt, mijn laatste Pokémon. Hoe eng. En hij staat nog steeds even chill daar. Daar is die hoor. Gengar. Ja. Dynamax was toch niet zo'n heel goed idee. Heeft die Gengar nu damage gepakt? Nee. Ik ga voor payback. Ik hoop dat ik het overleef. 1 klappie. En dan hoop ik dat ik hem dubbel damage doe. Kijk deze G-Max. Ik vind het wel echt een lelijke G-Max, man. Lijkt net een kermisattractie waar je in kan rijden of zo. Ik vind het heel gek. Let's go. Laat me zien wat er gebeurt. G-Max Terror. Ja, dit wordt wel een ding, denk ik. Ja, Riolu is weg. Nee! Let's go, Elekid. Oh, ik ben wel sneller, dus ik doe hem in ieder geval al een klein beetje damage. Dat is lekker. En hij is paralyzed. Kijk, dit is wel goed. Dat maakt nu voor deze G-Max moves helemaal niks uit. Maar wel voor het einde van deze battle. Overleef 1 klap, alsjeblieft. Lekker, Elekid. Met z'n allen kunnen we dit. Mijn special defense is naar beneden. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. We gaan hem nog een keer damage doen. Daar ben ik al tevreden mee. Ik ben hier tevreden mee. Hij is bijna voor de health down en paralyzed. Elekid gaat nu kapot. Maar goed. Gengar gaat nu ook uit zijn Dynamax. Dus, let's go. Let's do this. Ik ga nu even voor Mantyke, denk ik. Ik weet niet of Mantyke het gaat fixen. Maar het is in ieder geval weer een gelijkwaardige battle nu. We zijn wel sneller natuurlijk, want zijn Gengar is paralyzed. Dus we kunnen hem gewoon met elke Pokémon nog een keer raken. Behalve met Munchlax, want normal types raken niet op Gengar. Volgens mij. Maar hij is wel ook poison. Nee, ik denk niet dat het werkt. Ik denk niet dat het werkt. Oké, let's go. Oké, wat ga je doen? Payback. Hij gaat nu voor payback. Je gaat mij even een koekje van mijn eigen deeg geven. Oké. We gaan nog een keer babbel, BMP. Ga jij dan nog een keer payback? Hij is wel bijna down, jongen. We hebben bijna die badge. Lekker. Oh, je gaat me laten slapen. Oké, je gaat dit soort trucjes doen. Ik ga niet switchen, man. Want straks gaat hij gewoon continu iedereen laten slapen. En dan uiteindelijk killt hij al mijn Pokémon. Dus sorry, Mantyke, maar ik ga je even opofferen, denk ik, man. Oh, nee. Hij doet Hex. Alistair kan dit. Alistair weet hoe dit moet. Gelukkig heeft hij geen Dream Eater. Als hij namelijk Dream Eater had, dan had hij nog mijn HP op kunnen smikkelen. En dan had hij weer meer HP gekregen. Hé, maar jij moet het afmaken nu, Magby. Beter ben jij sneller. Beter ben jij sneller met je lavaploem. Ja, lekker. Hoppakee, go baby team, jongen. Baby team pakt gewoon de vierde badge. Heerlijk dit. Lekker. Ja, er zijn wel wat Pokémon down. Een baby Nuzlocke serie, dat zou echt te moeilijk zijn, denk ik. Ik denk niet dat dat kan. Maar dit gaat tot nu toe best prima. Sorry, man, Alistair. Sorry. Het was wel een goede battle. Maar nu wil ik gewoon heel erg graag... je gym badge, alsjeblieft. Hier, a ghost badge, zegt hij ook. Nou, dankjewel, maat. Lekker, goede battle. Ik heb respect voor jou. Je hebt het goed gedaan. En hier is hij, hoor. De vierde badge. Nog 4 te gaan. En dat was het voor deze video. In de volgende video gaan we proberen om badge nummer 5 te halen. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dit een vette serie vindt. En bijna iedere dag Nintendo-video's wil zien. Dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel! Het zou leuk zijn als je mazzel terugzegt in de comments. Dan weet ik dat je het video tot het einde hebt gekeken. Dat vind ik leuk. Oké, doei!